harte welkom bij de Zomer van. De komende 5 vrijdagen ontvang ik een bekende Limburger die in het Heuveland woont. En het gespreksthema is natuurlijk de zomer. Het spits in deze eerste aflevering wordt afgebeten door sopraan Marion Lambrechts. Van harte welkom, Marion. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ja, ik vraag mijn gasten altijd, waar zou je dit gesprek graag willen laten plaatsvinden? Jij hebt gekozen voor het Sprookjesbos in Valkenburg. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, waarom? Ja, het Sprookjesbos, dat wekt zoveel herinneringen. Ja, meer dan 60, ik moet even nadenken, 65 jaar geleden. Ik ben hier opgegroeid. Je bent hier in de buurt? In de Sibbergrubbe, mijn ouderlijk huis. Ja. En onze tuin kwam uit in de speeltuin van het Sprookjesbos. Kwam er vaak ook? Heel vaak. En met vriendinnetjes vanuit school, want ik schepte een beetje op dat we hebben een grote speeltuin. En we kunnen zo vanuit de tuin naar het Sprookjesbos lopen. Ja, dat was geweldig. Ja, je bent er vandaag weer. Hoe lang is het geleden, de laatste keer dat je hier was? Weet je dat nog? Dat is 2 jaar geleden, maar toen zijn we niet verder gekomen dan de kassa, want het was toen nog gesloten. Ik was toen met mijn kleinkindjes hier, maar die komen weer deze week en ik ga zeker de komende weken hier naartoe. Ja, want ik vind het geweldig. Het programma heet De Zomer van. Wat betekent zomer voor jou? Wat betekent zomer voor mij? Zomer genieten van festspelen, festivals, die overal nu ook zijn. De openluchttheaters. We hebben zelf hier in Valkenburg een geweldig openluchttheater. Zomer, ja, ze kan vroeger denken, was het natuurlijk vakantie. Hè? 2 maanden lang. 2 maanden? 2 maanden toch voor, hè? Ja, ja, ik weet het niet. Dat kan best. Ja, dat is wel lang. Veel te lang, vond ik. Ja, zelfs veel te lang. Ja, vond ik te lang. Waar ging je naartoe als kind, met je ouders? Met mijn ouders ben ik naar Spanje gegaan. En dat ging toen in één ruk door en in de nacht autorijden. Ja, s'nachts beginnen en dan doorrijden. En doorrijden tot Girona. In die tijd. Waar ben ik nog met mijn ouders naartoe geweest? Ook naar Oostenrijk, Luxemburg en dat. En ben je een zomermens als het gaat om vakantie of mag het ook winter zijn? Nou, op het ogenblik vind ik eigenlijk, ik vind het allemaal vakantie, ieder jaar getijden. Ik heb ook heel graag wintervakantie gehad. Ja. Ik heb in Zwitserland gewoond, ik heb in Oostenrijk gewoond. Om mijn 40ste ben ik nog begonnen met skiën. Dus dat vond ik ook geweldig. Dus daar heb je de winter voor nodig. Maar nu geniet ik van mijn Valkenburgse land en het Heuveland. Ja, want je bent officieel ben je gepensioneerd qua leeftijd. Dat zullen we geen leeftijd noemen. Ja. Maar je zingt nog steeds. Ja, ik zing nog steeds. Ik blijf ook nog steeds aan mijn stem werken. Zoeken waar ze nog mooi klinkt en zo. In dit vak, denk ik. Maar tussen ons is in ieder vak zo. Hè? Zolang je bezig bent, blijven werken eraan, blijven je verder om. Stilstand is achteruitgang. Ja, ja. Dus ga dan zoeken waar die stem nog mooi klinkt. Vorig jaar heb ik een prachtig concert gegeven met Harmonie van Veld, Amicitia. Maar daar hebben we een heel jaar aan gewerkt. Want ik heb tegen die jonge muzikanten, jonge en ouderen, er zitten ook veel ouderen in. Wij moeten dit samen doen. Hè? Ja. Hier zit een grote harmonie en ik ben maar een klein vrukje, een klein stumpje, maar je moet er toch boven. Dus begeleiden. Maar dat was zo spannend en zo fantastisch om dat te doen. En daar heb ik niet alleen operette gezongen, maar daar heb ik Carmen gezongen. Want Carmen is mezzo-sopraan. Maar daar klinkt die stem klinkt nog mooi rond. En ik wil gewoon dat wat ik nog doe, dat ik daar het publiek wat van meegeven. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, weet je wat, laat dat zingen allemaal zitten. Ik heb een leeftijd bereikt, ik heb alles bereikt wat ik wilde in mijn vak. Ik ga lekker met mijn man het hele jaar vakantie vieren, zomer vieren. Ja, nou, ik denk ook dat wij dat wel doen. We genieten van mooie kleine dingen. Maar het zingen is voor mij toch altijd mijn leven geweest. Hè? En ik merk nu, ik ben nu 10 jaar terug hier in het Limburgse land. Het begint weer te kriebelen. Ik wil toch weer meer het podium op. En dan wil ik daar gaan beginnen waar ik mee had willen beginnen. Namelijk met acteren. Ik wilde nooit zangeres worden. Ik wilde acteren. En daarbij, maar ja,
Wat is zingen? Zingen zeg ik altijd, zeg ik, dat is praten op een andere toonhoogte. Hè? Mm-hmm. En ook voor te acteren moet je aan je stem werken, hè? Om het duidelijk te laten over. Hoe was dat toen je nog zeer actief was in je carrière? Ja. Hoe waren de zomers toen? Was dat gewoon keihard werken? Of is het dan een periode van rust waar je ook... Nee, het is toen ik in Wenen aan de opera was, dan zijn de zomers, en dat zult u ook wel weten, dan is de zomer, de opera is gesloten in Wenen. Ja. Want dan zijn de festspielen in Salzburg. Mm-hmm. Dus alle grote zangers en de koren en alle, die gaan dan naar Salzburg. Of Bregenz, waar ik ook gezongen heb in Bregenz. Maar daar zong jij ook dus? En daar zong ik ook, in de zomer. Het ging altijd door. Dat was nooit vakantie voor jou dan? Nee, maar die festspielen, ja... Dat was een andere plek. Hè? Ja. Daar was je dan aan een meer, bijvoorbeeld in Mörbisch, in Burgenland. Daar zong je op de Neusiedlersee, de Circusprinsessin. Dat was altijd spannend. Ik denk, als je zo jong bent in je carrière... Heb je geen vakantie nodig? Nee. Als je nu... Je wilt ook verder. Hè? Ja. Verder. Als je nu op vakantie gaat, waar gaan jullie naartoe? Wat is voor jullie echt dat je zegt van, nou, dat is lekker in de zomer, daar gaan we even heen? Nou, mijn dochter woont in Zwitserland. Ja. En dus het is niet neven de deur. Hè? Nee, en ik heb inmiddels, ben ik oma, ik heb 3 kleinkindjes. En dus we gaan vaker naar Zwitserland, naartoe. Hè? Heerlijke omgeving. Dan zijn we heel vaak in Vorarlberg. En dat is ongeveer 1,5 uur van Zürich. Hè? Dan ben ik toch ook weer dichter bij mijn dochter. Maar daar hebben we een appartementje in een heel oud boerderij. Nou ja, mijn man is een wandelaar. Ja. Iedere dag wandelen. En jij gaat mee? Dus, niet altijd. Nee. Genoeg is voor mij genoeg, maar dan gaat hij alleen. Ja. Wat is voor jou vakantie dan? Wat doe jij graag? Wat doe ik graag? Ja... Wandelen, zwemmen, dan heb ik weer het water nodig. Afgelopen maand zijn we in Spanje geweest. En gewoon in de natuur zitten, kleine wandelingetjes maken. Maar hij heeft altijd wel een uitdaging nodig. Verder wandelen, nog wandelen. Ja, ja. Maar ik kan ook op een bankje gaan zitten en genieten van alles. En even genieten van alles. Ja. Doe je dat ook in het Heuvelland? Want eigenlijk, hè, we zien het vaak niet meer, hè, hoe mooi het is in ons eigen Heuvelland. Maar dit is... Ik zie het. Ik ben nu ongeveer 10 jaar terug in Limburg. Hè? En het is Oostenrijk. Als het nu wij in onze tuin zitten, hè, dan kijk je bijvoorbeeld ook de logees die wij krijgen of de vrienden. Die zeggen, oh, dit is een beetje Oostenrijk. Ja, ik zeg, dit is een beetje Oostenrijk. Ja, ja. En toen we daar vast woonden, boven op de Emmerbergweg, bij niet de Maas. Prachtig uitzicht. En van daaruit kan ik kijken tot hier in de Sebbergrabbe. Ja. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja. He, dat je na zoveel jaren op die plek dan terugkomt. En dan denk ik, ach, kijk de voet naar de Kouberg. Papi en mami liggen daar. En zulke. In het begin had ik het een beetje moeilijk. Mm-hmm. He, een beetje eng. Iedereen kent je wel. He. Je weet niet hoe je ontvangen wordt of dit. Maar het is geweldig. Ja. Ik vind het gewoon fantastisch. Ja, dat is mijn terug. Dus ik ben gewoon erg blij dat ik weer op deze plek terecht ben. Om het laatste... Een stukje van je leven is het toch vanaf 70, ja, en daar wil je nog iets moois van maken. Dat kan nog heel lang zijn, ja, hopelijk. Ja. Wij wilden net beginnen met de opnames hier en toen begon het te regenen. Ja. Ik kan me nog, toen ik jaren 14, 15 was, ik had het gevoel dat een zomer was gewoon 6 weken 25, 24 graden, misschien 's nachts een keer een onweersbuitje. Ja. Maar dat is tegenwoordig. En als er dan een bui valt, dan valt er zo'n rigoureuze harde plensbui. Hè, dat ook wel niet goed is. Hè, allemaal wat we hier nou hebben meegemaakt in Valkenburg, hè, met die watersnood. Maar de paar druppeltjes vind ik altijd wel lekker. Nee, maar maak je je wel een zorgen over het weer, dat het zo extreem wordt? Over het klimaat kunnen we toch allemaal ons steentje aan bijdragen, denk ik. Hè. Een beetje duurzamer denken. Hè. Niet nog dit en niet nog dat. Hè. Mm-hmm. Isoleren en dergelijke dingen. Maar ja, daar hoef ik het helemaal niet over hebben, want daar gaat het dagelijks over. Hè. Alleen, we moeten daarover nadenken. Ja. Want het is niet normaal wat er overal gebeurt. Hè. Nee, tenminste, je ziet het nu weer. Italië, Spanje, Griekenland, de bosbranden. Het is absoluut verschrikkelijk. En laatst hoorde ik een nieuwtje, dat was ook zo leuk, uit Groningen. Op de camping waren Italianen. Die waren op vakantie gekomen omdat het warm was in Italië en die zaten in Groningen op de camping. Dus het wordt de omgekeerde wereld. Ja, precies. Ja. Kun je een vakantie herinneren in de zomer waar eigenlijk alles misging? Waar je dacht van jeetje. Nee. Of heb je alleen maar altijd fantastische vakanties gehad? Ja,
Nooit een keer aangekomen en de hele week regen of zo? Nee. Nee, kan me niet, want ik vind dat ook niet erg. Nee. Nee? Nu moet ik erbij zeggen, ik ben iemand, ik ga niet graag heel lang op vakantie. Ik ben nu voor het eerst in mijn leven 3 weken op vakantie. En dat is voor mij een eeuwigheid. Ja. Hoe lang? Ik vind een week weg vind ik genoeg. Ja? Dan wil ik eigenlijk naar huis. Waar dat huis dan ook is, maar daar waar ik dan thuis ben. Ja. He? Ik vind een week meestal. Dus dan heb je 3 weken, daar heb je, ja, dan heb je alle records gebroken. Het was geweldig. Ja. Het was geweldig. Is natuurlijk ook een lange. We zijn met de auto naar Spanje gegaan, 2 dagen, alles op ons gemakkie. Wie kiest eigenlijk de vakanties uit? Ben jij dat of is het je man doen Jan? Dat doen we samen. Dat doen jullie samen? Doen ja? Samen, ja. Nooit zoiets van hij wil dit, jij wil dit? Ja, hij zegt, oh, ik zou dit eens willen of ik zou dat ons willen naartoe. En, in september gaan we weer naar plekjes waar ik gewoond heb vroeger. Provence en dan richting Monaco en dan Zwitserland. En dan ga ik van tevoren iedereen even opbellen. Ik kom langs en die zijn blij dat ik langskom. Ja. En mijn man voorstellen en ja, dit mee, maar een mooi wijndomein hebben we in de Provence en zo. Dat vind ik wel leuk. Maar daar heb ik ook tijd voor nodig gehad om daar weer overal terug te gaan en zo. Hè. En, ja, dat gaat nu weer gebeuren. En nu is het nog weer eigenlijk is het een nieuwe rondreis wat je gaat maken. Ik hoor je wel allemaal zeggen, het is allemaal binnen Europa, hè, met de auto en zo. Nooit zoiets van, we gaan eens een keer heel ver weg naar Indonesië, naar de andere kant Amerika. Nou, dan kom ik weer bij mijn echtgenoot Jan. Hij vliegt niet graag. Ai. Hij vliegt niet graag. En alles wat we met de auto of met de trein of wat dan ook kunnen doen. En nu moet ik eerlijk zeggen, we hebben in Europa nog zoveel te ontdekken. Hè? En waar ook ik niet ben, hè? De Balkanlanden allemaal, daar wil ik ook nog allemaal naartoe. Dus ik denk, waarom dat forceren als hij dat niet fijn vindt? Hè? Nee, en 5 jaar geleden is hij voor het eerst gevlogen, naar Portugal was het. En het was een geweldige belevenis voor hem. En hij vond het ook fantastisch, maar hij zegt, ja, dat is dat nu nog eens zou willen, oh, hoeft niet. Ja, nee. ja, precies. Als je vliegangst hebt, ik herken het trouwens, ik moet ook een paar tabletjes nemen, dan is dat, maar anders kom je nergens, nee, zeg ik dan altijd. Ja, dat is zo. Dat is zeker, want jij zult wel veel gevlogen hebben natuurlijk in je carrière. Het was beroepsmatig, hè? Ja, beroepsmatig, zoals de Duitsers. Ja. En ik vloog ook niet graag. Ja, het moest gewoon. Je had geen tijd. Hè? Morgen zong je daar en overmorgen zong je daar. Ja, dan was er geen tijd. Dus dan pak je je vliegtuig. Hè? Ja, ja. Dus ik had ook geen tijd om angst te hebben. Dus. Nee, maar het was wel leven van koffer in, koffer uit en wat dat ook gaat. Maar dat ik dan zeg van, je hebt de mensen die echt genieten van vliegen, hè? Ja, oh, ik moet vliegen. Oh, nee. En als je dan had je die voorstellingen, dan treed je toch een hele lange tijd met dezelfde mensen op. Ja. Dan krijg je ook vriendschappen. Vooral bij de festspielen, hè? Vooral in de zomer. Hè? Maar waren dat misschien ook momenten waar je samen zei van, weet je wat, deze zomer, we gaan dus lekker een weekend met z'n allen weg of zo? Of was het toch dat individuele dan? Nee, zo gedurende festspielen, dus in de zomer, hè, natuurlijk, want je studeert die rollen samen in. Hè? Dat wordt echt een familie. Hè? Zoals wat je nu vaker heb gehoord van André Rieu met zijn orkest. Hoe vaak heeft hij niet gezegd van, we zijn één familie. Hè? Ja. Dat moet ook. Hè? Maar aan het einde dan van zo'n productie, ja, dan is daar een ontlading. En dan ga je echt samen, ga je ergens naartoe in een weekend, allemaal samen. Hè? En dat is enig. Dat is, maar gedurende die periode van werken en voorstelling, ook al is het ensuite, hè, iedere avond stralen en die spanning houden, hè, daar kun je niet veel veroorloven. Nee, precies. Dan moet je, maar daarna kun je wel even ontspannen. Ja. Je haalt hem aan, André Rieu. Ja. Zit je zelf, want in de zomer is het André Rieu Maastricht, zit je zelf vaak op het Vrijthof? Nee, ik ben er nog nooit geweest. Nog nooit bij André geweest. Ik heb vroeger veel met André gezongen in zijn salonorkest. Maar ik ben niet zo, als ik die massa al zie, hè, hoewel het allemaal perfect is en geweldig, hè, wat hij bereikt heeft over de hele wereld. Maar nee, ik hoor dat soort muziek toch liever voor mij klein. Ja, het is klein. Me te groot. Zou je nooit bij hem op de bühne willen staan op het Vrijthof? Oh, zeker, waarom niet? Ja, dat zou ik. Maar goed, op de eerste plaats moet je worden uitgenodigd. Hè? Dan, hè? Dat is zeker. Maar en de melodie die je brengt, weet ik niet of ik nog pas in dat plaatje. Oké. Ja, dat hoor jij beter dan ik, want ik ben niet zo muzikaal, maar dat is. Maar wie weet? Dat zou een mooie afsluiter zijn. Allerlaatste vraag, we zijn er bijna doorheen. Is er nog een plek op aarde waarvan je zegt, die zou ik nog eens graag willen zien? In de zomer, in de winter, maakt niet uit.
In de zomer, in de winter. Die zou ik een plekje waar je ooit naartoe zou willen. Wat op je verlanglijstje staat. Moeilijk. Ja. Zou de eeuw. Nee, zoveel mooie plekjes, ik weet het eigenlijk niet. Nee, maar dan doe ze een voorstel? Misschien breng jij me op een idee. Ik vind alles zo spannend, hè. Waar ik nu echt mee bezig ben, is mijn eigen land. Bijvoorbeeld Drenthe, Groningen en dat allemaal. Hè? Dat, ja. Nou, dan hoef ik geen voorstelletje te doen. Dan kun je een prachtig rondje maken door Nederland. Ja, zeker, ja. Zeker. Ik wens jou een fantastische zomer toe. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Plek, ja. Ja, precies. Het Sprookjesbos. Oude herinneringen komen terug. Ja, nou. Mooi zo. Ja. Dankjewel dat je te gast was. En u bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Zomer Van. Volgende week vrijdag zijn we weer. Weer met een bekende Limburger die in het Heuveland woont. Wie dat is? Kijken. Aanstaande vrijdag. Dag.